Wederom hartelijk welkom voor ons onderdeel Kleine Mensen Hebben Grote Wensen. U ziet het achter mij, een fantastische wens. Marianne Weber, grapdame. En speciaal voor Danny Karts. Grap, kijk eens hoeveel mensen er staan. Zo! Oh, dat is echt leuk. Wat echt lachen dan. Wow. Nou, Danny. Kijk hoe het eraan kan. We zijn benieuwd, jongen, wie hier voor jou in zit. He? Dat is een mooie auto, hè, Danny? Afstappen! Maar we hebben iets heel speciaals voor jou. En onze Peter zal de deur open doen. En ik blijf bij jou, want dit is voor jou, Marianne Weber. Kijk eens even. Ja. Kijk eens even. Hey, hallo, schat. En we gaan doen. Is dat een verrassing? Oh. Is het een verrassing? Ja! Hoi! En nog een verrassing, grap daar. En grap! Bah! Ja! Ben je blij nou? Ben je nou wel blij? Ja, hè? Ja. Ik zo meteen hartstikke gezellig binnen. We gaan zingen voor je, schat. Marianne, grap. Hey, Marianne, goed. Heel hartelijk dank dat jullie naar Prinsenbeek zijn gekomen, maar het is zo'n slecht weer. We gaan met al die kinderen maar lekker naar binnen, maar speciaal voor Danny. Het is een onvoorstelbare fan, Marianne. Kijk, ik ken Danny al vanaf dat hij een heel klein jongetje is. Als die, ik denk, zo groot ongeveer. Ja. En hij viel mij op bij een heel groot evenement. En eigenlijk omdat zijn ouders zo vol liefde behandelden. En dat sprong eruit. Ja, ja. En vanaf dat moment hebben we contact gehouden. Ik heb het moment meegemaakt dat Danny uit zijn rolstoel kwam. En dat hij lopen naar me toe kwam. En dat is een van de mooiste cadeaus geweest die ik in mijn carrière heb mogen krijgen van hem. En nou ja, hij laat het ook al duidelijk horen. Ja, absoluut. Nou, dat is maar weer naar binnen. Blij dus. We gaan naar binnen voor de show. We blijven bij elkaar vanmiddag, hè? Oké. Okay. Ja. Okay. 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 Goed, en waar we allemaal voor gekomen zijn, Danny en dames en heren, het was een wens. En in ons programma Kleine Mensen Hebben Grote Wensen hebben jullie het allemaal al kunnen zien. Marianne Weber en Grat Dame. En ik wil een oorverdovend applaus voor eerst Marianne Weber met een optreden van haar. Ik kan niet met jou leven.
onzekerheid. Maar dat gevoel raak ik niet kwijt. Jij hebt je allerlaatste kans gehad. Ik dacht dat jij wel wat meer klasse had. Maar ook daar heb ik me in vergist. Het is beter dat het over is. Nee, schrijf me nooit geen mooie brieven meer. En leg je bij mijn laatste woorden neer. Ik wil niet leven in onzekerheid. Maar dat gevoel raak ik niet kwijt. Jij hebt je allerlaatste kans gehad. Ik dacht dat jij wel wat meer klasse had. Maar ook daar heb ik me in vergist. Het is beter dat het over is. Maar ook daar heb ik me in vergist. Het is beter dat het over is. Wat een blijdschap, wat een vreugde. En wat een lief publiek vandaag. Dank u wel. Nou, u bent echt helemaal geweldig. En ja, ik vraag me alleen één ding af. Ik zie nou... Nee, ik vraag me niks af. Kom maar. Kom maar. Nou jongens en meisjes, dames en heren. Ongelooflijk hoe Marianne dit voor jullie heeft gedaan. Hè? Nog een applaus alstublieft. En weet je wat nou zo mooi was? We hebben één telefoontje naar Marianne gepleegd. En voordat we eigenlijk uit konden leggen wat we wilden vragen, zei ze al ja. Speciaal voor jullie. Dus nog één keer een verschrikkelijk goed applaus. Dank u wel. Oh, en Marianne. Kijk nou toch eens. Dank je wel nog. Is dat nou een mooi cadeau of niet? Ik krijg een prachtige bos bloemen van Danny. Maar zijn vader zegt erbij, van Danny, maar van alle kinderen die hier zijn. Dus kinderen... En ouders, allemaal bedankt. Dankjewel. Dag. Dankjewel, Marianne Weber. Ja, Dani, je hebt onze harten absoluut gestolen, jongen. Maar we zien dadelijk nog deel 2. Maar dames en heren, wij hebben... Kijken naar deel 2 van Kleine Mensen hebben grote wensen. Nou, en Marianne... Dankjewel. En Marianne heeft het al gezegd. We hebben nog een verrassing. Jullie hebben hem al gezien. Graag jullie aandacht... Voor Grat Dame. Nou, een hele goede middag. Het is een verhaal zonder woorden. Vol van liefdesverlangen. Heel mijn hart is verloren. Jij bent voor mij geboren. Sinds ik jou zag, Alicia, kan ik aan niets anders denken. Ik wil voor jou heel mijn leven alleen mijn liefde schenken. Oh, Alicia, zeg niet nee, ik wil een kansje wagen. Oh, Alicia, zeg niet nee. Als ik een dans kom vragen, jij bent het helemaal. Ja, echt mijn ideaal. Jij bent voor mij de vrouw die ik altijd wou. Zonder jou is het leven echt voor mij niet te leven. Wat kan ik nu nog verzinnen, om met jou te beginnen? Geef mij van jou toch een teken. Mijn hart was nimmer bezweken. Maar voor jou, oh Alicia, was het wel snel bekeken. Oh Alicia, zeg niet nee. Ik wil een kansje wagen. Oh, Alicia, zeg niet nee. Als ik een dans kon vragen. Jij bent het helemaal. Ja, echt mijn ideaal. Jij bent voor mij de
ik altijd wou. Ik zou het doorgaan willen vieren, had ik maar lef jou te versieren. Jij bent het meisje van mijn dromen, kon ik maar altijd bij jou komen. Ik zou het dolgraag willen vieren, had ik maar lef jou te versieren. Jij bent het meisje van mijn dromen, kon ik maar altijd bij jou komen. Alhoewel Licia zegt niet nee, ik wil een kansje wagen. Alhoewel Licia zegt niet nee, als ik een dans kom vragen. Alhoewel Licia zegt niet nee, ik wil een kansje wagen. Alhoewel Licia zegt niet nee, als ik een dans kom vragen. Mooi hè? Jij bent het helemaal, ja echt mijn ideaal. Jij bent voor mij de vrouw, die ik altijd wou. Jij bent het helemaal, ja echt mijn ideaal. Jij bent voor mij de vrouw, die ik altijd wou. Een hele goede middag. Dankjewel. Ja, inderdaad, Danny, het was geweldig, jongen. Je hebt onze harten gestolen. En papa en mama zijn er ook bij, hè? En hoe hebben jullie het ervaren? Nou, het was schitterend. We hebben na afloop thuis het feestje nog voortgezet. Ja? Met video's draaien en zo. En, Want we hebben een heel mooi cadeau van jou gehad, wij allemaal. Ja. Een videoband, hè? Ja. 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 Vond je het leuk, Danny? Hey. Ja. Ja, het was speciaal voor jou. Ja. Maar jullie hebben er een goed gevoel aan overgehouden. Jawel, zonder meer. Was echt, En alle andere kinderen ook. Hoor. Oh. We hebben leuke reacties gehad van leiding en alle kinderen die aanwezig waren. En zo. Dus Okay. Nou, het was allemaal hartstikke leuk. We hebben het met ontzettend veel plezier voor jou gedaan, jongen. Echt vanuit ons hart. Dankjewel. Ja. En dames en heren, ik heb het al eerder gezegd.